Zo, nou, dat was wat met die drone. Hey Lily, kom je ook even kijken? Ik zou hem eventueel kunnen, doe je voorzichtig meisje, repareren. Maar dat betekent dan dat ik heel lang op de onderdeeltjes moet wachten. Plus dat de verzekering eventuele schade niet zou uitkeren als ik hem zelf maak. Als ik hem wegstuur om te laten repareren, dan weer wel. Maar dan is hij, dat is vrij kostbaar. Dus, tadaa, ik heb deze en de nieuwe Mavic Mini 2, eigenlijk de Mini 2. Deze ga ik ooit eens repareren en kijk ik wel wat ik daarmee doe. En deze gaan we aan het eind van deze vlog even testen. Ben je er weer? Hey, we gaan aan het werk. Het eerste wat we gaan doen is een volle trailer aankoppelen. Daar zit veevoer in. Die is door een collega van mij geladen. Die gaat weekend vieren. En ik pak die trailer op en ik breng hem door naar de fabriek. Nou, ik zat al even te rekenen. Dus gaan we tussen de middag nog wel even ergens even een appie eten. Want dat moet ook gebeuren. Zo, een mooi plekje gevonden op de parkeerplaats. En het is tijd voor de lunch. In de tijd van corona, toen al die restaurants gesloten waren, toen was het altijd wel even zoeken. En dan was thuisbezorgd was een uitkomst. En daar maak ik nu nog wel eens gebruik van. Nou ja, zoals hier, op zo'n parkeerplaats komen ze natuurlijk niet met hun scooter. Maar daar hebben ze wat op gevonden. Het heeft goed gesmaakt. Het is wel even schrikken dat er zo'n helikopter naast je landt. Wij gaan weer verder. Komt allemaal goed. Ik kan daar vanavond nog lossen. En ik had al even op Google Earth gekeken. Daar kan ik ook overnachten. Dus... deze dag is weer helemaal goed, hè? Weer helemaal vol. Ik sta hier in deze loshal, een stukje Duitsland ingereden en ik sta hier te lossen dus, in deze loshal. Prachtig fabriekje, leuke mensen, een bakje koffie gekregen. En langzaam maar zeker stroomt hij helemaal leeg. Nou, hoe werkt zo'n bandlosser nou eigenlijk? Allemaal knoppen. Als dit deurtje dicht gaat, dan wordt deze knop ingedrukt en dan doet hij helemaal niks. Dus die moet je eerst uitzetten. Dan komt er stroom op het systeem. Stroom haal ik in dit geval daar vandaan. En ik moest eventjes de stekker van de elektrische roldeur eruit halen. En dan kon ik mijn stekker daarin steken. Heel klein fabriekje, maar hartstikke goed. En hiermee schakel ik de band of die kant op rollen of die kant op rollen. Hij rolt nu die kant op. Dus dat is goed. Soms staan die polen namelijk verkeerd om en dan moet je hem eventjes anders omzetten. Dat hij wel gewoon de juiste kant op rolt. Snap je? Deze knop
staat nu op manual. Dat betekent dat ik met deze knop en die knop de snelheid kan veranderen van die band. Nou, de bedoeling is dat je zo snel lost dat die put het aan kan. Dat het niet overstroomt natuurlijk. En dat kun je hiermee regelen. Als ik nou heel veel geef, dat gaat veel te hard natuurlijk. Dus maar even rustig aan. Kijk, dus dat is een beetje op gevoel dat die put dat makkelijk aan kan en het kan verwerken. Dus hij staat nu goed. Nou, wat valt er nog meer over te vertellen? Ja, het is eigenlijk heel gemakkelijk, hè? En zo lossen wij een band losser. In dit geval met veevoer. Nou, we zijn alweer een stukje verder in de week. We staan even lekker pauze te maken. Dat vrachtje veevoer, dat is eruit. Het enige wat nu nog rest is even een testvluchtje maken met die drone. Kijken hoe dat gaat. Het is toch net weer even anders allemaal. Nico Barhorst, voor ik het vergeet, bedankt voor je leuke berichtje. Dat is een oud collega die geniet van zijn welverdiende pensioen. Laten we eens even een stukje gaan vliegen. En op speciaal verzoek van een van onze planners, Jan-Peter, deze is voor jou. Groningen. Hier komt ie. Als ik begin aan mijn week, dan is die auto spik en span helemaal schoon. En dat komt omdat mijn collega hem netjes voor me achterlaat. Dus dat doe ik natuurlijk ook. Maak hem helemaal schoon. Kan hij met een schone auto aan zijn week beginnen. En ik kan lekker van mijn vrije dagen genieten. Ja, het is niet alleen maar rijden. Er zijn ook andere dingetjes die je moet doen. Om vrachtwagenchauffeur te zijn. Hoort ook huishouden bij. Het is, Henk Wijngaard zei het al, hè? Het is een truck als mijn woning. Nou, daar hoort ook huishouden bij. Nou ja, genoeg flauwekul. Oepsie. Hey, tussen de lijntjes. Je weet wat de bedoeling is. Glimmer de kant boven en abonneer je op dit kanaal als je meer van mij en mijn malle fratsen wil. Dan zien we elkaar de volgende keer. Hey, later. Oh ja, duimpje omhoog. Ook leuk. Joep, hoi.